Yo die mensen, welkom terug bij Skywars. In ieder geval deze episode ben ik natuurlijk weer 1 vs 1 tegen YouTube. En dat is natuurlijk weer het games, want ik wil natuurlijk revenge op hem. Ik heb natuurlijk ook weer mijn first blood money kit. Zo noem ik hem vanaf nu, want ik ga gewoon first blood money krijgen op deze gast die tussen mijn arm zit. Hoppakee, dat is 1. En hoppakee, dat is 2. En hoppakee, dat is al een kill. First blood money, music bitch. Oh yeah, oh yeah. Kijk eens, ook allereerst had ik een kill net iets eerder dan die andere dude. Fuck yeah, first blood money. Als je dat echt gewoon niet kent, jongens, je moet je echt schamen. Als je geen first blood money kent, dan moet je je schamen. Ik probeer trouwens die goede tactiek te doen dat ik net de chest in kan. En kijk eens aan. Hoppakee, ik ga naar beneden. Ik pak al mijn spullen. Hoppakee, dat is nice. Alright, gaan we tekenen in deze chest. Oh, damn, we hebben echt goede spullen. Alright, ik weet niet of het een overpowered kit is of een medium kit. Ik krijg een flauw idee. Maar dit zijn echt goede spullen. Nou, het valt eigenlijk best wel mee. Aangezien ik gewoon 3 diamond helmets heb. Dat is... Oh, kijk eens aan. Dit is al een stuk beter. En ik heb een powerboog. Dat is ook super chill. Daar wil ik ook heel graag eventjes gebruik van maken. Alright, we gaan gewoon... Harm gaan we vandaag gewoon lekker rekken. Want hij gaat vandaag dood. Vandaag gaan wij een keertje winnen van deze battle. Alright, zie ik die mensen hier allemaal vechten. En ik zie dat hier iemand sneeuwballen gooit. En dat betekent dat ik jou... Heb ik hem gekild? Is hij op mij kill? Wat gebeurt er allemaal? Nee, hij is niet dood. What the fuck? Alright, hij heeft blijkbaar iemand gekild. Oeh, hij probeert zich te verdedigen. Maar ik zie dat Harm op mijn eiland zit. Eigenlijk zit hij op dat eiland. En oh mijn god, Harm. Oké, dus ben er 2 mensen ingestoten hier zo. Oh, dit is niet fijn, man. Hier is Harm en hier is die andere knul. En Harm gaat weg. Oh, ik zie dat daar iemand aankomt. En die gaat misschien Harm wel killen. Dus we moeten gewoon geduld hebben op Harm. Laten we gewoon eventjes zorgen dat hij daar blijft. En vooral niet daar naar achter kijkt. En Harm gaat ook terug op zijn eigen eiland. En die dude daar komt van beneden. Oh, maar Harm heeft hem gezien. Oh mijn god, er komt een fight. Oh, Harm is aan het fighten. Harm is aan het fighten. Harm heeft hem gekillt. Oké, dan wordt het voor mij de taak om deze te killen. Alright, it's time to battle, motherfucker. Huh? Was kill bij Link tegen. Is die dude dood? Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik had zo'n grote knockback en hij is ineens dood. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die? En daar zit iemand en daar zit iemand. Link zit daar met iemand te vechten. Ik wil zien wie het wint. Oh! Hij heeft gekilled en Link Tiger heeft dan net, heeft hij het gered. Holy shit. Dit ben je niet, hij is gewoon dood. Like, what the fuck? Alright, er zitten dus in de top 3 en Harm is blijkbaar ook nog levend en die staat daar. En daar zit ook nog iemand, oh mijn god, die staat in het midden. Oh mijn god, die gat schiet zoveel arrows. Maar ja, wat heb je eraan als je niet raak schiet? Wat is hij slecht in boogschieten? Holy fucking shit, jongen. What the fuck? Dit is gewoon... Oh mijn god. Oké. Hij heeft er eentje geraakt, ladies and gentlemen. Hij heeft er eentje geraakt. Zelfs Harm is fucking slecht geworden. Holy shizzle. Goed, ik heb denk ik nu wel voldoende vechtblokjes. Nou, die vechtblokjes, plaatsblokjes. Want ik heb nu 46 in mijn hand. En dat betekent dat ik gewoon meteen naar het midden toe ga. Nou, ik weet eigenlijk niet of dat zo slim is. Maar ik ga gewoon een beetje proberen de richting van het midden toe te gaan. Want ik moet ook gewoon een beetje in de fight komen. Maar ik zie dat Harm van de ene kant komt. Dat betekent dat ik van de andere kant kom. Is dat Head Games? Ik weet niet of dat Head Games is. Maar ik ben in ieder geval wel hier zo. Maar ik zie ook nog een naam daar in de verte. Ik weet niet wat er gebeurt, maar hier zijn mensen aan het schieten. En dat betekent dat hier iemand moet zijn. Het is natuurlijk... Oh mijn god, dit is heel dom voor mij. Oh mijn god, het game staat boven me. Oh god. Oh goed, nou ik heb in ieder geval een val gemaakt voor het val. Als hij daar naar beneden komt... Oh god, ik hoor iemand. Als hij naar beneden komt, dan valt hij in ieder geval daarin. Ik hoor hem. Oh mijn god, het is Harm. Oh mijn god, Oh mijn god, hij viel er zo bijna in. Het was schilde zo'n klein stukje. Of hij viel in een motherfucking gat. Oh, dit is zo ontiegelijk zonde, jongens. Oh, ik wil eventjes kijken. Ik wil eventjes kijken hoe dat eruit zag. Want dit is echt zonde, jongen. Waar viel hij naar beneden? Hij viel precies eentje ernaast naar beneden. God damn it. Die Harm heeft zoveel geluk, jongen. Hij was bijna, was hij gewoon direct in de void gevallen. Dit is echt zonde. En Harm is natuurlijk uiteindelijk aan het vechten. Ja hoor, daar gaat hij. Harm gaat erin. Dat duurde al tegelijk lang. Ik weet niet hoe lang. Iets van 5, 6 minuten, 7 minuten. Maar Harm is eigenlijk... Harm, je staat echt op een klote positie. Hij staat iets beter gespassioneerd. Maar wat de fuck is dit voor battle, jongens? Kom op, fight them to the death. Holy damn, he's shitty pity. Kom op, Harm. Let's go, Harm. Oh, wat doet hij? Harm heeft verloren. Dat betekent dat Harm... Harm is even meteen heks. Want... Harm beweert dat hij heks heb. Ik heb niet alles helemaal gekeken. Dus dat is best wel lame. Ik was ondertussen lekker gewoon een video aan het kijken terwijl hij aan het battelen was. Maar in ieder geval hebben we allebei dus niet het potje gewonnen. Ook al is het misschien niet legit voor Harm omdat hij tegen hacken moest. Maar het staat nog steeds 0-0. Goed jongens, zijn we bij potje 2 aangekomen. En vandaag zit in de map Pokémon Head Games natuurlijk naast me. Heb ik echt wel een kit geselecteerd. Ik hoop dat ik net op tijd was. Want ik was het natuurlijk weer vergeten. Holy fucking shit, hoe kan ik dat nou weer vergeten? En ik zie dat er geen chest bij mij zit hierboven. Hoe kan dat nou dat er geen chest hierboven zit? Nou, het zal me wel een worst wezen. Ik heb tenminste wel een Diamond Sword en dat is super chill. Want ik kan hiermee lekker wat mensen gaan killen. Ik heb wat armor. Nou, wat armor het is. Het kan allemaal wat beter. Maar ik moet een boer laten.
Dat viel nog best wel tegen. Ik zou het een 3 van de 5 hoepjes geven. 3 van de 5, jongens. Het is niet perfect. Het is niet al te slecht. Maar ik heb in ieder geval wel een boei gelaten. Oh, er komt iemand aan. Holy shizzle. Ik moet oppassen, want er zit iemand daarboven. En dat betekent dat ik echt op moet passen, want die doet het super gevaarlijk natuurlijk. Een van de pixels zit boven me. Ik vertrouw me natuurlijk voor geen meter. Oh mijn god, ik wil dat in appel eten. Ik ga snel ook een golden apple eten. Oh mijn god, het game zit er ook boven. Oh, wat is Harm allemaal aan het doen? Wat is Harm allemaal aan het doen? Harm is dood. Ik heb Harm gekild met deze tactiek. Fuck yeah. Het is me gewoon gelukt. Get wrecked, Harm. Get fucking wrecked. Yeah. Het is me gewoon gelukt om met deze tactiek gewoon Harm te killen. Het telt gewoon. Holy fucking shit. Het telt gewoon. Want ik heb Harm gekild. Nou, eigenlijk zat hij op iemand zijn andere naam. Maar deze tactiek is door mij bedacht. Is door mij uitgevoerd. En ik heb gewoon het game gekild. Fuck yeah. Red, kijk of die gasten eraf kunnen knikkeren. Ja hoor, die was raak. En deze, oh mijn god, die was ook bijna raak. En deze was ook bijna raak. En die, ja, die was wel raak. En dat betekent dat die, er bijna afgetikt was. En jij, ja, en die was wel raak. En die was ook raak. En die was mis. En oh mijn god. Ik vertrouw die Wouter niet, jongens. We moeten eventjes heel snel wegwezen hier. Oh mijn god, de puzzel. Oh my god, ik moet vluchten. Oh mijn god, ze hebben dingen hier opengebroken. Dat vind ik helemaal niet leuk. What the fuck? Hoeveel mensen zijn hier wel niet? Ga weg van mijn eiland. Ga weg van mijn eiland. God damn it. Oh my. Jij gaat er gewoon af. Hoppakee. Er staat een spectator voor. God damn. Spectator die voor me staat. Ga op dat. God freaking damn it. Helemaal plans verneukt. Op zijn minst kan ik jou nog killen. Die dude die daar staat. Nee, Stijn. Oh my god. Maar weet je wat? Ik vind het ook wel te zielig om ze te killen. Want ja, weet je. Ze killen mij ook niet. Dus bij alle respect. Jullie zijn hier getrapt. Dus bij deze. Ja, het is wel goed, jongen. Maar we gaan gewoon die dude daar killen. Gewoon in de verte. Alright, die vriend van mij. In ieder geval vriend. Die Wouter zit achter me aan. En hier, als het goed zit, ook nog één iemand. Of is het in de andere? Dat weet ik aan mijn hoofd niet. Maar er is dus blijkbaar nog maar één iemand over. En ik ben vergeten waar die in ging. Hé, waar de fuck was die dude ingegaan? Maar we hebben de laatste gevonden. Maar ik weet niet wat slimmer is. Nee, we gaan. Ik zie dat die dude daar is. Maar het is denk ik slimmer om voor mij even naar het midden te gaan. Oh, ik zag dat die dude eraf viel. En dat betekent maar één ding, mijn vriend. Oh, ik heb gewonnen. What? Maar jongens, laatste ronde. Eigenlijk heb ik de vorige game gewonnen. Als eigenlijk in zijn. Ik heb een punt gekregen. Want ik heb eigenlijk Harm gekild. Hij staat niet op mijn naam. Maar ik heb ervoor gezorgd dat Harm dood ging. En natuurlijk het gebeuren dat ik gewoon de game heb gewonnen. Dat was misschien niet al te eerlijk. Maar het is wel gebeurd. En ik zie Harm met full iron. En Harm, jij moet gewoon eventjes lekker snel doodgaan. Maar voordat we dat doen, natuurlijk gaan we eerst eventjes lekker in de chest. Want we hebben aardig wat spullen zo te zien. Het zijn wel redelijk PvP-spullen die ik redelijk gebruik altijd. Maar we gaan kijken in het armor. We hebben best wel wat diamond. We hebben jammer genoeg nog geen helmet. Maar dat komt misschien later nog wel. We hebben een pickaxe. We hebben nog meer. Een lava bucket. Altijd handig. We hebben fucking 3 lava buckets. Wat heb je aan 3 lava buckets? Dat vraag ik mezelf elke dag af. Maar dan maakt het in ieder geval niet uit. Want ik ben ready to fight. Want daar is Harm. En Harm doe ik in de bad. En doe ik in de bad. Ik heb Harm nu al gekild. Oh my god. Oh my god, zie je arm, denk ik niet zeggen. Oh my god, dit was geweldig. I love it. Maar daar is meneer Woutertje. En meneer Woutertje, die moet eventjes heel gauw eventjes doodgaan. Want ik heb lava bucket achter hem geplaatst. Ik heb lava. En oh my god, ik ben al dood ook. Ik probeerde lava achter te gooien. Tot ik geen knockback meer. En toen werkte het allemaal niet meer. Beetje wat. I don't give a fuck. Ik heb gewoon bij deze wedstrijd gewonnen. Dat heb ik zelf bepaald. Ook al vind ik eigenlijk niet dat het zo is. Want we hebben geen 1 versus 1 battle gehad. De laatste 1 versus 1 battle. Dat er nog 2 mensen over zijn. Maar ook is er fuck. In ieder geval, ik bedank jullie voor het kijken naar Skywars. En ik zie jullie in de volgende aflevering. Duimpje omhoog achterlaten. En natuurlijk de vorige episode kan je beneden in de beschrijving kijken. Later.